We kregen gisteren een storing, een algemene storing. En vanochtend zagen we een mail van de dienst automatisering, die altijd heel alert zijn en proberen zo goed mogelijk te informeren en dat nu ook deden. En die zei, er is sprake van ransomware. Oftewel, er hebben meerdere of één medewerker die gebruik maakt van het netwerk, heeft blijkbaar op een mail geklikt met een bijlage die tot geïnfecteerde virussen in het systeem kon leiden. Nou ja, er is wel schade geweest, want er is een storing geweest. Of een grote schade is, dat weet ik absoluut niet. Ik weet alleen dat ik geen bestanden kwijt ben en dat we gewoon weer aan het werk konden vanochtend. Dus volgens mij is het te overzien. Dit is iets wat dagelijks gebeurt bij bedrijven, instellingen, organisaties en huishoudens. Dus volgens mij valt het allemaal nogal mee en hoeven we er ook niet heel gesloten over te doen. Dus ik zou aan de dienstautomatisering het compliment willen geven dat ze het uitermate goed oplossen. Maar laat de Tweede Kamer ook gewoon even helder zijn over wat er nou precies aan de hand is. Iedereen weet wel wat cybercriminaliteit is. Je ziet dat in de praktijk mensen dan toch vaak lang wachten met het vervangen van wachtwoorden. Toch nog gebruik maken van open wifi. Toch wel eens een mailtje openen met daarin een raar linkje of een bijlage. Waarin dus malware zit, zoals nu gebeurd is. Ja, let gewoon op. Dus wij gaan als D66 in ieder geval donderdag tegen onze Kamerleden en onze medewerkers nog even één keer een half uurtje zeggen. Jongens, dit zijn de dingen die je kan doen. Net zoals je handen wassen om te zorgen dat je niet ziek wordt, is dit wat je kan doen om te zorgen dat je niet geïnfecteerd raakt met je computer.